Hi. Hello. 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 She is officially back. Ta. Hallo allemaal. Welkom terug op mijn kanaal. Welkom op de Fantasy van John. Mij. Moi. Oeh. Het heeft weer veel te fucking lang moeten duren. Maar we zijn er eindelijk weer. En Teddy zijn er weer. Eindelijk weer helemaal losgegaan in onze eigen fantasie. Want het is weer tijd voor een nieuwe transformation. Woo! Yay, party! Oké, voor vandaag's transformatie gaan we niet full out in een alien of weet ik veel, een marsmannetje of whatever worden. We gaan een hele mooie waarzegstersvrouw worden. Want ik wilde even kijken of onze toekomst van onze wereldje er positief en goed uitziet. Want zoals het er nu uitziet, ziet het er niet zo goed uit. Blijf zeker tot aan het einde van de video kijken. Want aan het einde heb ik een hele leuke verrassing voor jullie. En dan. Speciaal voor jullie. Jullie kunnen namelijk iets winnen. Woehoe, party. Ja. Voor foundation gebruiken we deze tube. Ik weet niet waar de dop is, dus heel dit ding is een beetje verneukt. Maar ik doe niet aan hygiëne, dus fuck the fuck out of it. Oh, met diamantjes nog. Prachtig. Heel stom van mij dat ik heel lang niet heb gepost. Er zouden nog twee delen van Turkey Flock komen, maar dat heb ik maar niet gedaan omdat het heel langdradig was. Maar ik heb ook heel lang geen echte speciale make-up van me meer gemaakt. Dus ik dacht, nu ik alleen thuis ben en me helemaal kan uitleven en alle energie eruit kan gooien, doe ik het nu. Gelijk. Ja. Oeh. Ha, party. Party, party, party. Ik wil echt glamour worden vandaag. Want ik heb nooit echt fully geplamuurd. Kijk, dit ding ook. Heeft al 16.000 transformaties meegemaakt. En hoeveel schoonmaakbeurt heeft het meegemaakt? Zero. Ik ging dus laatst naar Milkshake Festival met een paar vrienden van me. En ik was zeg maar geen performer. Maar ik ging wel via de performers entree naar binnen. Dus ik kon meegaan in de kleedkamer en op podium en alles. En ik had een beetje alcohol. Oké. Daar begint het al. Dus ik zie letterlijk iedereen van Drag Race. Heel veel andere performers en make-up artiesten die ik volg op Insta en al een beetje ken. Dus wat gebeurt er met mij? Ik raak fucking enthousiast. En als ik enthousiast raak, vergeet ik alles wat er is en bestaat en ga ik drinken en word ik nog enthousiaster. Dus uiteindelijk was ik super dronken. Herinner ik veel. Ik herinner dat ik het super naar mijn zin had. Maar toen ik de volgende dag wakker werd, was ik bij mijn vrienden thuis en zei ik nog van: ik denk wel dat ik me heb gedragen gisteren. Ja, ik vond het echt super leuk. Woehoe, party. En toen zei hij van: ja, maar bij deze was je wel echt aan het fangirlen. En toen dacht ik, ja, maar ik vind hun werk gewoon zo goed, weet je. Laat me met rust. Dus toen dacht ik, oké, maakt niet uit. Ze begrijpen het vast wel. En in mijn hoofd had ik echt performances gezet. Bij UT gezet. Ik was de beste performer in mijn hoofd die dag. Girl, ik kreeg video's terug. Ik kreeg video's terug. Ik kijk naar mezelf. Ik denk. G-Mine, what the fuck? Denk je dat je een voger bent? Denk je dat je een danser bent? Doe je, waar ben je mee bezig? Ik ging echt stuk erom. Maar ik had een super leuke tijd. Het gaat erom dat ik lol heb gehad. En dat is het belangrijke. Ik wist dat ik Panya was. Maar ik wist niet, zeg maar, dat het Panya daar ergens boven was. Ik had verwacht dat ik nog ergens hier op level aarde was. Dus ik word wakker. Ik kijk naar zo'n video. Ik weet niet of jullie de performance Pussy Papi kennen.
love his art. Ik loop naar hem toe, ik probeer een gesprek aan te gaan. Weet je, kijk zelf maar. Is this something I'm going to see in heaven or hell? Babe, I'm throwing an after party in heaven, a sick circle. No, heaven doesn't want me and hell's afraid I'll take over. Yeah, so we don't believe in heaven. We're just staying in purgatory. Yeah, talking. Bitch. What the fuck? What the fuck probeer je te vragen, vertellen? Echt een dikke bochel. Oké, we hebben onze concealer en foundation op. Ik ga denk ik even poederen, omdat ik daar zin in heb. In mijn hoofd wilde ik beginnen met mijn ogen, maar mijn ADHD kickte in. En toen begon ik zo met mijn foundation. Ik hou er niet van als ik hieronder zeg maar allemaal van die fallout, heet dat zo, fallout krijg. Poeder, 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 poeder. Met Romana op. Oh, fuck. Oh, ja. Oh, hey. Nu gaan wij contouren en highlighten. Anastasia, contour kit gebruiken. Deze is niet van mij, ik heb het van mijn zus gestolen, dus... Welke kleur is van mij, dat weet ik niet. Dus ik tap zomaar ergens in. Dat is hoe een echte fucking make-up artist je make-up doet. Oeh, kijk eens die cheek on. Lelijk. Mooi. Lelijk. Mooi. Beetje bij mijn voorhoofdje. En dan pakken we deze kwast. Bronzen met MAC. Go ahead. Wil ik blush? Ik hou niet zoveel van blush. Ik vind hier in mijn prullenbak van make-up van de HEMA Setting Blush Powder. Kijken of het iets gaat doen. Met dezelfde kwast waarmee ik heb gecontoured gaan we nu blush aanbrengen. Op hoop van zegen. Oh, ik ben een waarzegster. Gaat mijn blush mij mooi staan? Nee. Oh fuck. Het zei nee. Oh. Een slechte waarzegster, want dit staat best wel fierce nog. Wow. Wow! Go, go, go! Yes! Blush. Toen hadden we een kleurtje, meiden. Hey guys, if you ruin something in your makeup routine, never forget to just blend. Blending is helping. Blend, 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 blend. Not blend. Wow! That just saved World War 3. Oh my god, look at the difference. En een 3, en een 2, en een 3, 2, 1. Oké, ik heb mijn haartjes aangepast. Zo vind ik het veel mooier. En dan kan ik weer verder met mijn make-up. Ik heb boe. Ik schrok even net van mezelf. Kijk, op de camera zie ik er heel mat en beautiful uit. I know. Thank you. Maar als ik hier naar mezelf kijk. Ik kom even dichterbij zitten. Ik weet niet wat de fuck ik heb gebruikt. Maar kijk dit ding ook. Schoonmaakbeurt. Zero. Maar mijn concealer lijkt alsof het gewoon groen is. Lelijk! Maar dat maakt niet uit. Camera is het mooi. Tegenwoordig is wat de camera ziet reality. Dus wat in het echt gebeurt maakt geen shit uit. 20.000 miljoen mensen die worden vermoord in China boeit niet. Want het wordt niet op tv uitgezonden natuurlijk. Het is er niet. Waar ga ik mee verder? Ik wilde er heel mooi uitzien vandaag. En 10 minuten later zag ik er zo uit. Heerlijk. Ik ga gewoon beginnen met mijn ogen.
We hebben een beachy side look. Dus dan ga ik denk ik ook voor een beachy eye look. God, alsjeblieft. Ik wil een hele mooie oog look zetten. Alsjeblieft, help me. Dankjewel. Bah. Ik ga hier de donkerste kleur aanbrengen. Ga ik een hele kleine cat eye aanbrengen. En dan ga ik steeds lichter richting de oranje werken. Omdat oranje mij doet denken aan een strand. Ik nu al heb ik fallout. Oh, even. Daarvoor heb ik een oplossing, dames. Poeder. Lots of lots. Lots of lots. Ik zie deze ook teken. Pak ik een tweede laag. Ga ik een oranje kleur gebruiken. Die stamp ik op de bruin, zodat die twee met elkaar vermengen. Wie van jullie raakt ook altijd zijn kasten kwijt terwijl die bezig is met make-up doen? Duimpje omhoog als je ook zo'n mongol bent. Want ik heb 1 seconde iets vast en de tweede andere seconde is het weg. Oh, ik vind het nu op grachtzaag. Ik doe nu die oranje zo pakken, dat ik echt zo'n laagje heb en dan stamp ik het op mijn huid. Kijk, en zo krijg je heel veel pigment op één plek. En ik hou van heel veel pigment, dus dat is wat ik doe. En dan pak ik een kwast waarbij ik hoop dat er geen pigment meer op zit. En dan blend ik. Nou jongens, dit is 1 oog compleet. Ik ga nu deze off-camera doen. Deze een klein beetje nog verbeteren. En dan kom ik weer bij jullie terug. Bye, tot zo. Later. Hi, she's back. 2 ogen completed. Woehoe. Tijd voor mascara. Ik wil geen nepwimpers erop pleuren, omdat ik dan, ja, kijk, ik heb al kleine ogen van mezelf. En als ik nepwimpers doe, dan zie je bijna niks meer van wat ik heb getekend. Oeh, ik vind me nu eerder op een heks lijken dan op een waarzegster. Witchcraft. Oeh, fuck. Highlighter time. Nou jongens, het heeft me allemaal veel te lang geduurd. Ik begin een beetje geïrriteerd te raken. Ik wil klaar zijn, ik wil spelen, ik wil dansen, ik wil alles. Dus ik poef, plof, pop, het er nu allemaal van op. Tuk, 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 tuk. Ding, ding, ding. Oh mijn god, ik heb nog geen slip gedaan. Oeh. Past het erbij? Nee. Voor mijn lippen moet ik even naar de kamer hiernaast. Omdat ik even moet jatten. Oh, hier komt een heks goed van pas. Ik wil lipgloss fancy van die kamer nu. Hey, ik zei toch dat ik een heks ben geworden? Oeh. I'm using the fancy lip gloss. Weet je, ik heb een paarse poeder gepakt op mijn vinger. En ik hoop op het beste. Kijk eens maar, het is perfect. Perfectie. Oeh, poepers. Greta is hier. Stop it! I love you! I love you! I love you!
And that's the final look. Oké, nu ik er zo prachtig en beeldig uitzie, ben eindelijk in mijn waarzegster fantasy realness. Woehoe! Kan ik de toekomst voorspellen? We gaan kijken wat 2021 voor ons te brengen heeft. En is het... Ja. We gaan allemaal dood. Fucked up G. Oké, jongens. Dit was het dan voor vandaag. En jij hebt natuurlijk heel... In het begin van het filmpje had ik jullie gezegd dat er een winactie was vandaag. En dat gaat om deze hele mooie, zelfgemaakte... Woehoe, schilderij. Deze winnen door te... Het enige wat je hoeft te doen... is te laten weten in de comments hieronder wie jouw lievelings drag queen is van Drag Race Holland! Woehoe! Ik weet niet hoe dit moet, jongens. Hoe ga ik dit doen? Opnieuw. En ik ben namelijk een... In het begin van het filmpje... Voor de winactie. In het begin van het filmpje. Een winactie is. Woehoe, deze schilderij die ik zelf heb gemaakt. Wil je deze nou heel graag hebben? Laat in de reacties dan weten. Wie. Wie jij hoort. In het begin van het filmpje heb ik gezegd dat je iets... In het begin van het filmpje heb ik jullie gezegd dat er vandaag een... In het begin van het filmpje heb ik gezegd dat er vandaag een winactie is. En dat gaat om deze hele mooie schilderij die ik zelf heb gemaakt speciaal voor jullie. Dus wil jij deze nou winnen? Laat in de reacties hier beneden weten welke Nederlandse queen jij wilt dat gaat winnen. Welke Nederlandse queen jij wilt dat... Laat weten welke drag queen jij hoopt zien te winnen. I can't live. God help me, meneer. Vond je dit nou een leuk filmpje? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je me vaker zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil jij deze prachtige schilderij winnen? Laat dan in de comments weten welke queen... van RuPaul's Drag Race Holland jij wilt zien met de crown. Ah, ik ben Team Chelsea Boy. Chelsea. Aliens forever. Right. MCA. Dat was voor mij Voga. Maar ja.